dat is echt... Heel lang geleden. Heel lang geleden. We gaan geen uitleg geven. Ik ga verder met vloggen. Ik weet niet of ik dit online ga zetten. Maar we zijn gewoon vaak samen. We vonden het gewoon leuk om weer even te vloggen. We werden net gebeld door allemaal mensen die ons kennen. Ja, we werden net allemaal gebeld. Zeg maar, die vrienden zijn in Joret. Alvera. En ik kwam mensen tegen die ons kennen of zo. Vond het helemaal leuk. Dus zeiden van, ja, gaan we uploaden. Dus nou, we gaan gewoon een vlog maken. En we zien het wel. En we gaan nu uit. We gaan naar Amsterdam. In Club Nova. In Amsterdam. Nou, we gaan nu de scooter op. Dikke vet bier! Gaan we naar de bushalte? Ik kom op jou achterop. Ja, we gaan opeens uit. Dat is echt niet. En we gaan nu snel naar de bus. Jongens, we hebben echt zoveel haast! Oh my god, jongens, besef deze spin. Deze is zo goed. Dat is echt niet normaal. Nou, we zitten nu in de trein. Normaal? Isabel. Shit, ik moest echt wat haat te vinden, hoor. Lekker hoor. Ik ben een hotel. Hoe gaat het? Goed. Oh. Gaat goed hoor. Gaat goed? Met jou? Hoi en Bo. Bo is nu toch aan het regelen. Wat ik. Yes. We praten alleen maar scheids hier. Bo is aan het pillen. Bo. Bo kan ook een tot nou jongens, we willen nu naar huis. Het is echt 6:30. Het is fucking 6:30 en ik wil zo naar bed. Ik heb 5 minuten wachten op de bed. We zijn letterlijk. Ik heb geen idee of je ons ziet. Maar we liggen in bed. Het is 6:30. Hebben geslapen, dus good night. Dit is ons ontbijt, lunch. Had ook sojabonen op. En ik ga mijn hoofd echt niet veranderen, ik zie er niet uit. En we hadden ook een soort pizza op. En ja, ik moet ook heel... 1.5 uur werken. Ik ga even douchen. Ja. En we gaan zo een pastaatje maken. Maar ja, nu niet meer, want we zitten nu weer vol. Nog ineens die poffertjes bakken. Nou, ik moet zo dus werken. Ik heb een beetje opgemaakt. Moet even mascara nog op doen. Maar ik moet me nog omkleden, want het is echt niet goed. Ik moet over 25 minuten op mijn werk zijn. Goedemorgen. Wat dan wel. Ik ben nu op werk, maar ik heb pauze. Ik ben echt zo dood. Ik heb een spicy wrap. Ik heb even koffie. En ik ben echt heel dood. En vanavond heb ik weer een verjaardag. En daarna gaan mensen ook nog uit. En morgen heb ik een festival. Wat doe ik mezelf aan? Ik ben thuis, ik heb net even wat gegeten. Ik ben doodmoe. Ik ga denk ik nu even een uurtje slapen. En dan word ik zo opgehaald door Isabel. En dan gaan we naar die verjaardag. En ik weet echt nog niet of we uitgaan of niet. Maar sowieso gaan we echt niet laat. En morgen ga ik naar een festival. Het is in Eindhoven, het heet Hidden Gardens, een soort techno, deep house. Oh mijn god. I can't. En ik ga daar samen heen met mijn broer en zijn vriendin. Sorry als ik zo dood ben, maar dit is echt 3 uur geslapen, weet je. Ik heb gewerkt net en
ik kan niet meer, dus ik ga nu echt gewoon even slapen. Oké, ik was dus in slaap gevallen en ik had nu nog maar 1 minuut om mezelf om te kleden. Dus ik heb dit aan. Ik moet echt even wat t-shirt, was dat voor de deur? God, er zit natuurlijk niet witte broek, laarsjes. Nou, helemaal leuk. Oké, je ziet niks. Nou, ik zit in mijn dikke wagen. Ja. Naar mijn verjaardag. Heb je dan verteld naar mijn verjaardag gaan? Ja, dat heb ik al verteld, ja. En Zie ik echt geen schijt met het licht. Oké, we gaan het echt uit doen. Doei. Nee, je hebt echt... Als het niet duidelijk was, we zijn onderweg naar de verjaardag. Maar we gaan het echt niet laat maken, want we zijn allemaal... Gisteren, ik ben echt... Moet je naar rechts? Ja. Nu snap ik waarom mijn ouders zeggen het licht uit tijdens het rijden. Je ziet niks in je spiegel. Het maakt niet uit, nu kan het wel even. Oh. Het kan wel even. Vier, hè? Vier, hallo, stop. Hier, oh, hier al. Mout, jullie weten. En we gaan zo heel erg fijn. Ja, we moeten even doen. We hebben het wc. Nou, we zitten nu in de auto onderweg naar huis. Het is 1:15. We hebben een kwartier. Het is 1:30. Oh, 1:30. We waren echt, zeg maar, je hebt er maar Bar Amsterdam. Dat is het half aan de Rijn, maar daar, dat is zeg maar iets waar je uit kan gaan in Alphen. En daar wonen we dichtbij. En zeg maar, de meisje die verjaardag vierde ging daarna heen. Dus ja, we kennen wel gewoon veel mensen. Want we hebben natuurlijk in Alphen op school gezeten en zo. Dus ik dacht, misschien is het wel gewoon even gezellig. Zien we weer even een paar mensen. We zagen ook wel gewoon vrienden en zo. Maar Isabel moet morgen weer vroeg werken. En zo speciaal was het niet of zo. Nee, dus we dachten, we waren echt 10 minuten. En toen dacht ik, oké, we gaan weer. Want het is echt een soort saai. Ja, dus we zijn nu onderweg naar huis aan het rijden. En Sarah even afzetten. Baby. Ik ga om 8:30 morgen mijn bed uit. Het is nu alweer 1:30. Ik kan gewoon weer niet een hele goede nacht maken. Ik ben denk dat ik pas 2 uur licht. Ja, en ik moet zondag werken en maandag moet ik ook weer werken. Ik moet ook zondag werken om 9:30. Nou, het is gewoon beter. En het was gewoon super gezellig daar bij de verjaardag. Dus. Ja. Nou, het is heel leuk, maar ik sta dus voor een lichte deur. Ik heb de sleutel niet mee. En de poort, zeg maar hier, zit ook... maar dicht, maar daar die deur en als ik die gewoon open is, kan gewoon hangt gewoon achter in mijn fiets van mijn huissleutel. En mijn ouders nemen hun telefoon niet op, dus ik sta hier nu echt van, oké, ik wil weer niet aanbellen, want dan ga ik weer iedereen wakker maken. My life, dit is echt mijn leven. Ik heb maar aangebeld, want ja, ik heb alles geprobeerd, maar niks werkte. Oké, dus nou, ik ga nu even me omkleden en slapen en zo. Dit is allemaal troep, maar dat ruim ik morgen wel op. Dus good night. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag nu. En ik ga zo meteen naar het festival. Ik heb dit aan. Levi's shirt, een beetje oversized. Ja, en deze legging met deze laarsjes. Dus volgens mij word ik goed, dus ik ga nu. Zie je mij niet, maar ik lig in bed. Het is nu 2:30. Ik moet morgen werken om 12:00, dus ik ga nu slapen. Het was echt een super
super leuk festival. Het was echt super gezellig. Dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben wakker en ik ben echt doodmoe. Het is nu 11:50. Ik moet om 12 uur op mijn werk zijn. Dus ik moet even snel wat gaan eten. Ik heb even een tosti. En dan ga ik werken. En ik weet niet of ik vandaag... Mijn laatste dag is ook vlog. En morgen moet ik weer werken. Dus het is ook niet heel leuk als ik dat vlog. Dinsdag ben ik vrij. Weet ik nog niet wat ik ga doen. Woensdag ben ik ook vrij. Volgens mij weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ja, ik laat jullie nog even weten wat het einde van de vlog is. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik kom echt net uit bad. Ik ga nu slapen. Want ik moet morgenochtend weer werken. En ik heb er trouwens even vlog geëdit van het materiaal wat ik heb. En ja, ik vind het echt wel heel leuk hoe het een beetje geworden is. Ja, ik vond het ook wel leuk om weer te doen. Het is echt 1,5 jaar geleden voordat ik het laatst wat had gedaan met YouTube volgens mij. Dus laat maar weten wat jullie ervan vonden. En ja, ik weet niet of ik vandaag... Ja, ik weet niet wat ik morgen ga doen. Dus ik sluit nu de vlog nog niet af. En dan kijk ik morgen wel of het nog een leuke dag is. En ja, dan misschien ga ik dan volgende week ook wel weer vloggen. Dus helemaal leuk. Ik ga nu slapen. Good night. Morgen maal, het is vandaag maandag. Ik moet nu weer werken. Het is nu 8:30 en ik moet 9:00 op mijn werk zijn. Ik ga nu even wat eten. En vanmiddag ga ik even wat sporten. Ik denk dat dit de laatste dag is dat ik ga vloggen. Want morgen ga ik dan of een nieuwe vlog beginnen. Of ik moet even kijken hoe ik de dagen doe. Want ik ben nu gewoon zomaar begonnen op een donderdag. En ja, dat is natuurlijk niet heel logisch. Dus ik denk dat dit gewoon de laatste dag is. En dan ga ik misschien morgen weer vloggen. Maar ik moet even kijken. Ik vind het zelf ook gewoon leuk om te doen. Maar ik weet niet of... Of ik het volhouden. Want elke keer begin ik weer. En dan stop ik weer. Dus ja. Ik denk dat ik vandaag de vlog stop. En dan ga ik morgen weer beginnen met een nieuwe... week of een nieuwe vlog. Want ik woon zeg maar in Langenhaar, dus een dorp. En daar heb je zeg maar kermis en een soort feesttent. Dus dat is altijd wel gezellig. Ik ben er eigenlijk helemaal niet echt van. Ik vind die muziek heel leuk of zo. Maar gewoon in je eigen dorp is gewoon super gezellig. Omdat je dan gewoon iedereen kent en zo. Dus ik denk dat het wel leuk is om te vloggen. Deze vlog bestaat vooral uit uitgaan van afgelopen weekend. Dat was echt super leuk. Het festival was trouwens ook echt super, super leuk. Maar ik moet nu echt naar werk. Oh mijn god, yes. De zon schijnt eindelijk. Het is echt een lange tijd sinds de zon heeft geschijnen. Oh mijn god, het is echt 58. Ik moet 9:00 op mijn werk zijn. Help mij. Ik ben inmiddels terug van werk. Ik vind het gewoon leuk zitten. En volgens mij kijk ik ook heel veel naar mezelf. Dus sorry als ik dat doe. Iets anders aangetrokken. Even chilly kleding. En ik ga denk... Nu even mijn kamer opruimen en zo. Dan lekker chillen. Vanavond ga ik afspreken met Isabel en Bo. Ik weet eigenlijk nog niet precies wat we gaan doen. Maar nou, ik heb een beetje mijn kamer opgeruimd. En ik ben nu aan het Netflixen. Ik kijk op het moment The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale of zo? The Handmaid's Tale, ja. En het is echt een aanrader. Ik ben nu bij aflevering 8, maar het staat wel alleen op Videoland. Vanavond ga ik waarschijnlijk met Bo en Isabel afspreken. Als ik dat nog niet had gezegd. En ja, weet eigenlijk niet echt wat we gaan doen nog. Maar dat zien we zelf wel. Maar ik denk dat ik hier bij de vlog ga afsluiten. Want we gaan waarschijnlijk of gewoon wat drinken of een film kijken of zo. Dus dat is helemaal niets bijzonder. Als er een leuk stukje is, dan vlog ik het nog wel, maar ik denk niet. Dus ik wil jullie heel, heel erg bedanken. Trouwens, mijn bed is niet opgemaakt, want ik was net mijn bed aan het verschonen. Dus ik lig nu gewoon op mijn matras. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. En ja, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Te abonneren. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Dat is heel handig, want als je dat aanzet, dan... Ik krijg altijd een melding binnen als ik een nieuwe video upload. Dus dan mis je mijn video's niet. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!